Er werd vorig jaar veel geflitst in de regio. De weg waar de meeste bonnen werden gereden is de Van Heemstraweg bij Beuningen. Het is af en toe heel erg schrikken met de noodgang dat ze hier werkelijk voorbij komen rijden. En verder in de nieuws vandaag, kinderen runnen voor één dag een supermarkt. Een oud RN7-commentator mag naar de Champions League finale. Er zijn maar weinig dingen waar iedereen collectief een hekel aan heeft. Maar flitspalen zijn ongetwijfeld een van die dingen. En er wordt wat afgeflitst in onze regio. Omroep Gelderland vroeg de cijfers hiervan op bij boeteverwerker CJIB. Hierin is per locatie zichtbaar hoe vaker in 2022 een mobiele flitser stond en hoeveel boetes er zijn uitgedeeld. Als we alleen kijken naar de locaties waar in het afgelopen jaar 10 keer of vaker werd geflitst, wordt onze regio 19 keer genoemd. Met name Nijmegen als grote uitschieter. De top 3 in onze regio bestaat uit de Hatertseweg in Nijmegen op 3, de Wageningse straat in Overbetuwe op nummer 2 en bovenaan de lijst staat de Van Heemstraweg in Beuningen. Daar wordt dus het vaakst een mobiele flitser geplaatst. Kijken we naar het aantal boetes, dan blijft de top 3 bijna gelijk. Alleen wisselt de Hatertseweg op nummer 3 voor de Bergendalseweg in Nijmegen. Duidelijk in ieder geval is dat het op de Van Heemstraweg het vaakst raak is. Op deze weg wordt het best vaak bekeuringen uitgedeeld, maar mensen te hard rijden. Ervaart u hier last van? Nee, totaal niet. Er staat een auto ergens hier op het pad, maar ik heb er totaal geen last van. Nee hoor. Ja, daar hebben we zeker last van, want het is af en toe heel erg schrikken met de noodgang dat ze hier werkelijk voorbij komen rijden. Van het hard rijden op zich? Nee, ik merk het eigenlijk niet. Ik let er eigenlijk niet op. Ik ben overdag ook veel weg. We hebben ons huis heel goed geïsoleerd. Ik merk er eigenlijk vrij weinig van. Nou ja, het is niet fijn als je kleine kinderen hebt en die vervolgens hier ook de weg moeten oversteken. En dat je weet dat er gewoon zo hard gereden wordt. Dus ja, wij vinden het wel fijn dat er wel geflitst wordt. En dat er controle op is, dat het gewoon, ja, dat die snelheid omlaag gaat. Ik heb een keer een situatie gehad dat ik hier de weg op wilde rijden. En dat er inderdaad zo'n hard rijden aankwam rijden. Die bijna frontaal op mij botste. Dus het levert gewoon gevaarlijke situaties op. En ook met oversteken, ja, met alles. Ik weet wel dat er veel gecontroleerd wordt. De politie die staat daar meestal met de wagen. En dus zie je dan niemand inzetten, maar dan weten wij alweer van, oh jee, er wordt weer gecontroleerd. Dus er zijn er wel vaak, de controles. Dus ja. Andere straten waarvan het aantal bekeuringen over 2022 nogal oploopt, zijn onder meer de Groesbeekseweg in Nijmegen, de Graafseweg in Nijmegen en de Sint-Andersstraat. Op die locaties is elk meer dan 1000 boetes uitgeschreven in 2022. Op de Van Heemstraweg in Beuningen zijn er in totaal 3244 boetes uitgedeeld. Kinderen worden vaak blootgesteld aan reclame voor ongezonde voedingsmiddelen. Verpakkingen van koekjes of snoep bevatten vaak aantrekkelijke afbeeldingen van bekende personages of idolen, waardoor ze deze producten graag natuurlijk willen kopen. Ze beseffen dan niet dat de producten ongezond zijn. Dat moet anders, zegt de overheid. De overheid wil een omslag van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. En wie kan daar nou beter bij helpen dan de kinderen zelf? Kinderen voor een dag supermarktdirecteur. Een project waarbij kinderen samen met een supermarktmanager aan gezonde kidsmarketing werken. Een initiatief van de organisatie iResearch. We vinden het dus eigenlijk wel heel belangrijk dat iedereen gezond op kan groeien. En wij vanuit iResearch, waar ik werk, daar zijn wij heel erg voor die kanteling eigenlijk van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dus wij zetten ons daar heel erg voor in. En op deze manier kunnen de kinderen en de ouders en supermarkt daar ook weer een beetje bewust van worden. En kunnen we hopelijk daar ook iets aan bijdragen. We krijgen allemaal vragen en die moeten wij gaan beantwoorden. Dus kortingsacties, hoe vaak heb jij die gezien? En waar heb je het gezien? Ja gezien, ja of nee. Dus wij moeten nu gaan kijken nog. Oké, en wat valt jullie dan op deze afdeling? Dat er veel acties zijn en veel kleuren wel, verre kleuren. Dus bij de appels bijvoorbeeld. De supermarkt goed onder de loep nemen, ja, dat konden de kinderen wel. Ze moesten ook zelf nadenken over hoe ze gezonde producten aantrekkelijker konden maken voor kinderen.
Een fruit of groente waar kinderen juist veel van houden. Dan kunnen we leuke versiersels erbij zetten, leuke figuurtjes en zo. Dus dan kunnen we ook juist misschien korting doen op 1 plus 2 gratis en zo. Dus dan kunnen wij juist ook aantrekkelijk maken voor kinderen dan voor snoep. Elke 2 weken of 1 week zo, dat je 1 dag maakt dat ongezonde dingen heel hoog prijs hebben. En dan de gezonde dingen lager prijs hebben. Dat de mensen zeggen, ja, de gezonde dingen zijn lager prijs, we gaan hun kopen. Die kinderen zijn ook onze toekomstige klanten. En ik denk dat wij altijd een beetje aan het zoeken zijn van hoe kunnen wij die kinderen dan bereiken daarin. En dit project sluit daar natuurlijk mooi bij aan. Ik vind het heel leuk om mee te doen aan het project. Vooral omdat die kinderen eigenlijk geen kaders hebben. En die denken vaak nog veel creatiever als wij als volwassen mensen doen. En het was een unieke kans om door hun een keer geadviseerd te worden. En als het speurneuzen door de winkelgangen erop zit, is het tijd om de nieuwe marketingideeën aan de supermarktdirecteur te presenteren. En een aantal daarvan wordt ook echt in de supermarkt uitgevoerd. Op zijn 16e begon hij als sportcommentator bij de lokale omroep. En nu mag Teun naar Istanbul om zijn droom uit te laten komen. Zometeen meer. De overleden man die op 23 mei in een woning in Elst werd gevonden, blijkt inderdaad de 57-jarige Willem van den Brink te zijn. Omwonenden vermoeden dit destijds al, net als veel Zettenaren, het dorp waar Van den Brink oorspronkelijk vandaan komt. De politie bevestigt zijn identiteit nu. De gemeente Nijmegen trekt 1,4 miljoen euro uit voor steun aan de cultuursector van de stad vanwege coronaverlies. Veel organisaties hebben het in 2022 nog moeilijk gehad. Sommige waren deels gesloten of het publiek kwam niet meteen terug naar de heropening. Met deze financiële injectie wil de gemeente 4 grote instellingen compenseren in hun tekorten. De gemeente geeft steun door de huur van Doornroosje, Lux en de Lindenberg over 2022 te verlagen en subsidies te geven aan verschillende organisaties zoals Go Short. Gemeente Overbetuwe meldt op Facebook dat inwoners tot en met 30 juni korting kunnen krijgen op de aanschaf van een regenton. Na de actie waarbij er eentje kon winnen, geeft de gemeente nu 20% korting. Bovenop die korting kun je met de kassabon ook nog eens subsidie aanvragen voor de regenton. Kamp Heumersoord meldt op Facebook dat de kampbouwer van Kamp Heumersoord de sleutel heeft gekregen van het bekende witte hek van de locatie. Daarmee kan de opbouw weer van start gaan voor de militairen die daar tijdens de Nijmeegse Vierdaagse zullen verblijven. En Heumersoord tevens weer verboden terrein is voor de burgers. Ja, en deze donderdag organiseert Druten een pizza-sessie. Dat laat de gemeente op Instagram weten. Het is bedoeld voor jongeren die willen meedenken over de toekomst van Druten. Op de Gelenberg zijn 2 sessies, eentje voor jongeren van 12 tot 18 jaar en eentje voor jongeren van 18 tot en met 30 jaar. Ja, het is maar voor weinigen weggelegd. Een Champions League finale. Maar voor Teun de Boer uit Beek-Ubbergen is het een feit. Nee, niet als voetballer, maar als commentator bij de finale op tv. Teun de Boer begon zijn carrière ooit bij N1 en RN7 door commentaar te geven op de radio bij de wedstrijden van NEC. Sinds 2 jaar doet hij dit onder andere voor ESPN en RTL 7. Zijn droom was om ooit nog eens de finale te verslaan. En dat komt nu uit dit weekend. We spraken met Teun de Boer afgelopen jaar over deze droom en over hoe het ooit allemaal begon. Als kind van een jaar of, nou laat ik zeggen, 10, 12 denk ik, ging ik heel graag bij mijn schuurtje met de radio zitten en dan zet ik langs de lijn aan. Ja. En dan proberen om daar een beetje mee te komen. Ik vond de snelheid van praten heel erg leuk. Ik vond de spanning die langs de lijn met zich meebracht heel erg gaaf. Toen kwam ook de tijdperk van de Nintendo GameCube waar je FIFA op kon spelen. Ja, en dan ging het commentaar van Evert ten Napel en Juri Mulder uit. Ging ik zelf aan, mijn broer werd er gek van. Die had namelijk de GameCube op zijn kamer staan. En op dat moment dacht ik, ja, dat lijkt me ook heel gaaf om dat later te doen. Niet wetende dat dat dan ook echt zou kunnen. Toen heb ik Ronald Peters aangeschreven. Dat is in de oude RTV Nijmegen wereld zeker een bekende naam. Ja, regiosport, hè? Regiosport was toen ook echt wel een begrip. Heel veel amateurwedstrijden werden toen nog live langs de lijn verslagen. Je hebt NEC-wedstrijden die toen eigenlijk de hoofdmoot vormden. En ik mocht toen van Ronald bij de amateurwedstrijden beginnen. Dus ik heb langs de lijn gestaan hier nog bij de Eendracht bij NEC Amateurs.
tegen Roda Raalte volgens mij. Wanneer was het moment dat ze zeiden van... Oké, we zetten je nou op de echte wedstrijden gewoon van NEC? Ja, dat was het seizoen daarna. Dus toen had ik eigenlijk alleen de bekerwedstrijden gedaan. En toen maakte Bart Hellinga nog de planning. En die had toen met Ronald besloten dat ik binnen dat teampje kwam dat ook NEC versloeg. Voor mezelf heb ik wel stip op de horizon. Dat doe ik telkens om te kijken of ik nog verder kan komen. Dat was toen ik bij N1 zat, die eerste wedstrijd in een groot stadion. Nou, dat is toen gelukt en zo ga je verder. En bij RTL is natuurlijk dan bij Champions League de doelstelling om een keer een Champions League finale te doen. En tot die tijd heb ik heel veel plezier in alle andere dingen die ik doe en maakt het me eigenlijk niet zoveel uit. Want ik ben gewoon echt een liefhebber. Ik vind het superleuk werk. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. En welke wedstrijd ik ook krijg, ben ik tevreden mee. Maar het is wel goed om scherp te blijven en in ontwikkeling te blijven, want anders word je niet beter. Dankjewel. Het mag duidelijk zijn dat vandaag het weer een beetje uit de toon viel. Op zich is 22 graden niet verkeerd, maar we zijn wel wat beters gewend. En dat betere weer, dat komt er ook zeker weer aan. Morgen trekt het warme weer alweer aan, want warmere lucht wordt het land binnengevoerd. En zijn we ook van de meeste bewolking af. De dag start nog fris met 10 graden, maar uiteindelijk loopt het kwik op tot 25 graden. Richting het weekend wordt het alleen nog maar beter. De zon blijft volop aanwezig en het kwik stijgt door. Vrijdag wordt het al zo'n 29 graden, misschien lokaal wel die tropische 30. En het weekend gaan we daar nog dunnetjes overheen met zelfs 31 tot 32 graden. En tot zover het RN7 regennieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf een nieuwstip? Mail dan even naar de redactie, redactie@rn7.nl. Nu kun je nog kijken op RN7 naar het interview dat ik had met Teun de Boer over zijn droom, de Champions League finale. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!